Dag huizenzoekers. Koningsbergen, of Kaliningrad zoals we het nu noemen, was van 1457 tot 1945 het cultureel en economisch centrum van Oost-Pruisen. En na de Tweede Wereldoorlog was de stad in zijn totaliteit verwoest en geannexeerd door de Sovjet-Unie. Nu wil ik natuurlijk niet zeggen dat de Sovjets aan het einde van de jaren 80 een stukje Midden-Beemster hebben geïnfiltreerd. Maar het is evident dat deze woning is gebouwd onder het mom van de door Gorbachev geïntroduceerde glasnost. Oftewel, openheid. En die openheid wordt vertaald naar ruime kamers. Zo hebben we hierboven 3 ruime slaapkamers en de badkamer. Maar daar blijft het niet bij, want op de begaande grond hebben we ook een slaapkamer, annex badkamer. Het huis is gebouwd in 1989. Dat is hetzelfde jaar als dat een viertal kleine politieke partijen fuseerden en verder gingen als GroenLinks. Maar Jesse kan wel inpakken. GroenLinks? In Koningsbergen heb je GroenLinks, GroenRechts, GroenVoor en GroenAchter. De woning is niet hypermodern, maar wel comme il faut. Dat wil zeggen dat Koningsbergen 1 u geen noodzaken biedt, maar wel mogelijkheden. Een beetje regen is goed voor de plantjes, maar met een achtertuin op het zuiden en een groen voorziening met speelplein aan de voorkant valt hier optimaal te genieten van de groenheid en het groentetuintje van de Beemster. Ziet wat de ander niet ziet. Vertel mij wat u in dit pand ziet en neem snel contact met ons op voor een bezichtiging. Tromp Garantiemakelaars bewandelt ten alle tijden de Koninklijke Weg. En wij rollen dan ook met liefde de rode lopen voor u uit richting Koningsbergen 1. Kom genieten!